We gaan een discussie hebben over het onderwerp logistiek is mensenwerk. Nou, dat hoef ik jullie niet te vertellen dat logistiek mensenwerk is. En ik hoef jullie ook niet te vertellen dat daar een aantal uitdagingen in zitten. En die uitdagingen die hebben we ook gepolst aan de hand van ons onderzoek dat we hebben gehouden de afgelopen tijd. En de resultaten daarvan gaan we aan jullie presenteren en bediscussiëren aan de hand van een drietal stellingen. En dat doen we met één dame die jullie al hebben gezien en drie heren die jullie deels nog niet hebben gezien. Dus mag ik jullie op het podium uitnodigen. Steven Gudde van Olympia, Bart Banning van ABN AMRO, Steven Lak van Evo Venedex en Hanneke Mone van Moon HRM. Nog een applaus. Dan moet jij hier zitten. Oh, je wat? Anders denk ik wil die kant op. En ik ga even hier staan, zodat ik de heren en dames ook letterlijk het podium kan geven dat nodig is. Goed zo. Wij gaan de onderzoeksresultaten van het onderzoek gaan wij bediscussiëren, zoals ik al zei. Ik zal kort even een overview geven van die resultaten. Hopelijk zijn er zaken ook herkenbaar. Wellicht hebben jullie zelfs een bijdrage geleverd aan de enquête. En aan de hand van een stelling zullen we die bediscussiëren. Nogmaals, reageer vooral als jullie dat willen. Alles mag. Als je je maar niet vastlijmt aan het podium, dat is misschien het enige wat we niet willen. Maar voor de rest mag alles. Interactie is goed. Goed zo. We hebben een aantal dingen aan jullie gevraagd, onder andere over het thema instroom. En daar komen dan een aantal interessante resultaten uit die ik jullie presenteer. De top HR-thema's van dit jaar. Wellicht herkenbaar: verzuim, arbeidsomstandigheden, ontwikkelingsscholing, werving en selectie, employer branding. Veel urgente zaken die misschien ook te maken hebben met krapten, misschien ook te maken hebben met de angst voor te weinig personeel. En als je kijkt naar 2023, dan zie je een aantal dingen terug die nog steeds bovenaan de lijst staan. Misschien een aantal dingen interessant om aan te stippen. Bijvoorbeeld werving en selectie staat nog steeds op 3. Je zou zeggen dat die misschien door de aanhoudende krapte wat hoger staat, maar blijkbaar is dat niet het hoogste issue waar onze leden mee bezig zijn als het gaat om HR. Zou je opvallend kunnen noemen. Als je het hebt over instroom, dan kan je het natuurlijk hebben over vacatures. Ongeveer de helft van jullie, van onze leden, heeft in 2022 het aantal vacatures zien stijgen. Nou, dat zal niet onbekend in de oren klinken, neem ik aan. En is natuurlijk ook best een hoog aantal. Wat ook interessant is, is om te weten dat het om vervanging ging, in 3/4 van de gevallen. Maar 67% heeft gezien dat er extra vacatures waren vanwege een toename van de capaciteitsbehoefte. Dus ook nieuwe vacatures en niet alleen maar vervanging was dit jaar meer dan ooit wellicht wel aan de orde van de dag. En bijna de helft gaf aan dat het ook gaat om de invulling van nieuwe functies. En dat is wel interessant om even vast te houden. Dus blijkbaar is er ook wel zoiets als ontwikkeling van de functies, hè, specifiek ook in de handel en logistiek, en ontstaan er dus nieuwe functies die er voorheen nog niet bestonden en die dus ingevuld moesten worden. Dus niet alleen maar een vervanging of een uitbreiding van een logistiek medewerker of een logistiek teamleider, maar ook een nieuwe functie die is ontstaan. In bijna de helft van de gevallen was dat het geval. En kijken we naar 2023, met alles wat we natuurlijk ook weten ten aanzien van recessie, alles wat op ons afkomt, of niet. Nou, als wij kijken naar de antwoorden vanuit de markt, dan zien we dat de stijging iets getemperd is. Ruim de helft van de respondenten denkt dat het aantal vacatures gelijk zal blijven. Dus nou ja, de verwachting naar de toekomst toe is dat het misschien wat gaat afvlakken, die uitdaging. Kijken we naar de tekorten, want die tekorten zijn er nog steeds. Dan herken je natuurlijk de tekorten die we misschien met z'n allen kennen. Logistiek medewerkers, chauffeurs, planners. Wat daar net onder valt, en dat is ook wel een interessante, zijn ICT-medewerkers. Als je dan kijkt naar wat we misschien in de toekomst gaan zien van digitalisering en robotisering, dan zien we op dit moment dat jullie vooral kijken, of jullie, de leden vooral zien, dat er tekorten zijn in de herkenbare functies, dus logistiek medewerkers, chauffeurs, planners. Maar die tekorten aan ICT-medewerkers, gerelateerd aan logistiek, staan nog niet in de top. Misschien over een paar jaar wel, vraagteken. Interessant punt. Zien we naar tekort op bedrijfskritische functies. Management op 1, hey, verrek, dat is ook wel interessant als je kijkt naar het vorige. Dat zijn nog niet echt managementfuncties. En hier zien we management, maar ook planners en ook logistiek medewerkers. Dus de tekorten die ontstaan vooral
op zaken die voor een deel ook echt wel bedrijfskritisch zijn. Dus dat is wel een hele spannende. En hoe je die tekorten dan invult, door meer te werven of door het op een andere manier op te lossen, dat is dan vervolgens natuurlijk de vraag. Zo even een bloemlezing van een aantal resultaten. En we gaan die bediscussiëren aan de hand van, ik hoop, een prikkelende stelling. En nogmaals, reageer vooral, neem hem tot je die stelling en vind er wat van. Stelling 1, onvoldoende instroom van de juiste nieuwe medewerkers is de schuld van werkgevers. Dus die werknemers die willen wel, maar die werkgevers die doen dat niet goed genoeg. Of die doen dat helemaal niet. Dus onvoldoende instroom van juiste nieuwe medewerkers is de schuld van werkgevers zelf. Steven Gudde, Olympia. Wat vind jij hiervan? Ben jij het hiermee eens of oneens? Ja, ik ben het er heel erg mee eens. En waarom? Bruggetje. Een tijdje geleden, dat is een heel klein leuk boekje en dat heet Schaarste bestaat niet. En dat gaat eigenlijk over, zouden bedrijven schaarste voor kunnen zijn? En daar staat één dingetje in, ergens tussen de regels, en zegt, schaars is niet hetzelfde als zeldzaam. Schaars betekent dat vraag en aanbod niet bij elkaar komen, zeldzaam betekent ze zijn er niet. Als je puur naar de cijfers kijkt van de arbeidsmarkt, zit er in de arbeidsmarkt eigenlijk nog meer dan genoeg reserve om de vacatures die er zijn op te vullen. Wij kijken maar naar een heel klein stukje. Hè. Wij kijken naar het aantal werklozen. 382.000, 260.000, rond die koers. Met 120 vacatures tegenover 100 werkzoekenden. Maar dan kijken we alleen maar niet dit deel van de arbeidsmarkt. Terwijl er ongeveer 1 miljoen mensen zijn, niet 1 miljoen FTE, maar 1 miljoen mensen, die ooit hun hand hebben opgestoken en zeggen, joh, ik wil wel. Maar wat ik wil, dat bestaat niet, of dat kan niet, of ik ben teleurgesteld, of dat mag niet, of ze willen me niet, of ik heb een vlekje. Dus er zijn 1 miljoen mensen, ruim meer dan het aantal vacatures, die hun hand opsteken en zeggen, ik wil wel. En werkgevers zien dat niet? Of onvoldoende? Als je naar links kijkt, zie je rechts niks. Hè? Dus, en dat geldt voor werkgevers ook. Ik denk dat heel veel werkgevers het slachtoffer zijn van dingen die in het verleden supergoed werkten. En met datzelfde instrumentarium treden ze de markt van vandaag nog tegemoet. En dat zit in heel veel kleine dingetjes. Hè. Heel veel vacatures en ongetwijfeld bij een hele hoop niet. Maar heel veel vacatures beginnen met wij wensen, wij zoeken, wij eisen. Dit is waar je aan moet voldoen. Ja, in een markt waarbij de macht aan de werknemerskant ligt, als je de getallen ziet, moet je volgens mij als werkgever je veel meer concentreren over wat heb ik in de aanbieding en hoe kan ik iets creëren aan werk, aan omstandigheden, aan voorwaarden, aan drempelverlagende instrumenten, waardoor iemand zegt, ja, maar ik wil wel bij jou werken. Ja, ja, ja. Bart Banning, sectorbankier bij ABN, gespecialiseerd in transport en logistiek, als ik het zo mag samenvatten. Jullie hebben veel met dit soort uitdagingen te maken bij jullie klanten in de markt, neem ik aan. Herken je dat? Ben je het ook eens met wat Steven zegt? Ik ben het zeker eens met de stelling. Ik kan het ook eens zijn met het argument wat Steven noemt, maar ik heb eigenlijk een ander argument. En dat sluit een beetje aan waar we het vanmorgen al over gehad hebben. Dat is het alignment tussen visie en strategie van een bedrijf en het accepteren dat de mens daarin een kernactiviteit is. En ik denk dat die onvoldoende op elkaar aansluiten. Want ik denk dat als je het hebt over wat voor workforce heb ik vandaag en wat voor workforce heb ik niet in 2023 nodig, maar misschien wel in 2025 of 2026. Stel dat er allebei 100 FTE is, dan weet je één ding zeker, dat die 100 FTE met skills en vaardigheden van vandaag, dat die echt zal afweken van de skills en vaardigheden die ze over 3 of 4 jaar nodig hebben. En ik denk dat HR, ik vind dat logistiek op zich sowieso op C-level te weinig aandacht krijgt. Die heeft eigenlijk nu aandacht gekregen vanwege het feit dat er een aantal events hebben plaatsgevonden, waardoor het ineens aandacht moest hebben. Maar het wordt toch een beetje als, het is een operationele activiteit. En het zal wel goed komen, want logistiek heeft altijd gezorgd dat het altijd goed kwam. Dat zie ik hetzelfde met HR. Ik vind dat HR een hogere plek in de organisatie verdient, omdat HR, je kunt alles automatiseren, robotiseren en digitaliseren wat je wil, maar je hebt uiteindelijk wel mensen achter de knoppen nodig die toch op de juiste moment op de knop drukken of aan de knop draaien. En ik denk die koppeling tussen visie, strategie en wat voor soort mensen heb ik daarbij nodig, denk ik echt, Hanneke, over strategische personeelsplanning. Zeker. Dat is echt iets wat ontbreekt. En dat vind ik jammer. En daardoor ben ik het eens met de stelling. Want dat vind ik wel, dat hoort daarbij. Beter Bed kan zeggen, ik wil over een paar jaar wil ik naar
2,5 keer zoveel omzet, of ik weet niet precies hoe je het formuleert. Verdubbeling. Maar hoe ga je dat dan doen? Dat is een leuke doelstelling, maar op HR-gebied, ja. Moet kijken of het realiseerbaar is. Wat je overigens wel ziet, hè, elk jaar doet Berenschot, doet de strategieonderzoek. Daar zie je nu dat HR, strategische personeelsplanning, is nummer 1 op de strategische agenda bij de bestuurders. Alleen bij HR niet. Dat is wel grappig. Vorig jaar stond technologische ontwikkeling top 1 op de strategische agenda voor de bestuurders. Bij HR stond het ergens op plaats nummer 8. Ja. Dus daar begint het al. En wat ik wel, en dat heb ik in het verleden ook geroepen, dus ik heb me er zelf ook schuldig aan gemaakt. Ja, HR moet aan de tafel. Ja, HR wordt niet serieus genomen. Ja, weet je, dat Calimero-gedrag moeten we een beetje mee afrekenen. Hè? HR is de beheerder van de allerbelangrijkste asset van elk bedrijf. Ga je dan ook zo gedragen en weet je, schop desnoods een beetje stennis hoger in de organisatie. Dat het leuk is, en ik wens het van harte toe en ik weet zeker dat het ook gaat lukken die 2 keer. Maar je kan zeggen, joh, 2 keer, ik wil verdubbelen. Ik weet niet. Ik zat gisteren aan tafel in Rijnmond. Daar hebben we voor de uitvoerende functies in de logistiek 13 vacatures tegenover 1 werkzoekende. En dan zijn er toch bedrijven die roepen, wij gaan ons magazijn verdubbelen. Ik denk, nou, succes vriend, dan moet je even nadenken. HR, schop een beetje stennis en sta op als je het er niet mee eens bent en maak het bespreekbaar. Is er iemand die dat herkent, die behoefte, en of die daar tegenaan loopt en daar een vraag over heeft? Ja, maar hoe dan? Dat is lekker makkelijk gezegd. Of herkent iemand het absoluut niet en zegt hij, nee hoor, ik kom heel makkelijk bij de directie binnen en het wordt allemaal makkelijk bediscussieerd. Iemand die daar... Dat wel of juist niet herkent. Ik zie allemaal neutrale gezichten. Wat zeg je? Wel herkent, ja. Wel herkent? Ja, HR wordt toch vaak gezien als vaag. Hè? Het is niet zo zwart-wit. Toch vaak de financiën en de doelstellingen en sales. En daar gaat de aandacht naartoe. Dus ja, dat herken ik heel erg. Ja, ja. Zou je ook een tip hebben wat dat betreft? Zo even uit voor de vuist weg, want dit is een herkenbaar issue. Ik gok zomaar bij meer mensen. Nou ja. Is wat je de zaal nog kan meegeven op dat vlak? Ik geef ook les op de Hogeschool van Amsterdam en geef ik les aan HR. En ik zeg, jullie moeten eens gaan praten bij de bedrijfskunde en de mensen die hier vanuit de logistiek. Want daar kunnen ze rekensommen maken over afschrijftijd, over verblijfsduur, over productie, over al die componenten. En dat wil niet zeggen dat de mens een machine is, maar mens is een hele belangrijke waardebron in je organisatie die een bepaalde levensduur heeft. Maar... levensduur, als je daar niet in investeert, dan ga je achterlopen. Diezelfde rekensommen, hoe plat ze misschien ook voelen, zijn ook te maken vanuit HR. Ja. En dat is ook wat ik tegen mijn studenten zeg. Zorg dat je die taal gaat spreken, want voorlopig, gelukkig gaan we steeds meer, en Han stipt het al aan, dat we van financiën naar impact denken moeten schuiven. En gelukkig gebeurt dat ook. En wij bij Olympia zeggen ook van, joh, het gaat over... En niet van kosten, maar het gaat van kosten naar waarde, van waarde naar impact. En die transitie zitten we in. Maar voorlopig wordt de dialoog nog gevoerd langs de financiële lat. Ja. Nou jongens, beste HR-professional, zorg dat je die taal spreekt. Hanneke, jij komt veel bij dit soort bedrijven die jou dan om hulp vragen, neem ik aan. Hoe is jouw ervaring op dat vlak en wat vind je van de stelling? Nou, ik zie wel, hè, het is grappig, ik heb zelf een plaatje van hoe transformeren organisaties. En dat is één plaatje van links naar rechts, zeg maar, waar... links staat financiën en rechts de bedoeling. Maar de financiële keuzes rondom de bedoelingsstroomlijn is natuurlijk ook een stap richting die kant. Dus ik denk een business case maken voor HR. Nou, dat heb je nog nooit zo goed kunnen doen als op dit moment, zeg maar. Als je ziet dat wat er met Schiphol gebeurt, horecagelegenheden die gewoon nog maar 4 dagen in de week open zijn. Vanochtend op het nieuws was er weer, ik ben vergeten wat het was. Ik dacht nog, die moet ik onthouden. Bedrijven die gewoon echt, als je het nou hebt over een business case, die gewoon hun deuren moeten sluiten. Nou, dat kost veel geld. Ja. Of steeds weer opnieuw mensen werven die je verliest. Dat kost enorm veel geld. Dus nee, ik sta er helemaal achter. Business case maken. En zorgen dat je aan tafel komt. En mijn ervaring is ik kom vaak in organisaties, de vraag is altijd, hoe wel? Als je niet de positie hebt, hoe wel? En nou ja, als het relevant is en urgent is, en dat is het nu volgens mij meer dan ooit, dan is dat een kwestie van de goede vragen stellen, de scherpe analyses voorleggen en jezelf positioneren. Ja, ja. Steven, herkenbaar vanuit Evo Venedex, als toch club die werkgevers... Ja, ik neem dan even niet Evo Venedex als
als kader, maar andere organisaties waar ik ook bij in de keuken mag kijken, dan ben ik het voor drie kwart eens. En om andere redenen ook. Eentje daarvan is, dat neem ik even de bouw. In de bouwcrisis daarna heeft alle bouwondernemingen hebben besloten om hun opleiding niet meer te doen. En drie jaar daarna roepen ze allemaal, waar zijn al die mensen? Nou, hè, dus om een ander argument, en dat geldt voor meer sectoren. Tweede aspect daarbij, we hebben als bedrijven denk ik veel te weinig aandacht voor de opleidingsinstituten in de logistiek, in de handel, waar wij zelf baat bij hebben. Dus we moeten strategisch zorgen dat we daar plekken innemen en dat we daar sturen en zorgen dat die instroom voor de langere termijn goed is. En daar hoort ook bij het argument wat Bart noemde, de aantrekkelijkheid van de sectoren waar we voor staan. Die komt te weinig over het voetlicht. Ja, dat zullen we toch echt zelf moeten doen, want gaat niemand voor ons doen. Dus om andere redenen ben ik het met dat stuk eens. Ik zie ook wel voorbeelden waar het niet alleen aan de werkgevers ligt. Ik heb meegedaan in een project in Rotterdam, waar we als doel hadden om de 34.000 mensen die in de kaartenbak zaten al jaren, om die daar uit te krijgen. En dat is voor een deel, heel klein deel gelukt. En voor een heel groot deel niet gelukt, omdat de gemeente qua denken niet wilde delen. Die wilde niet de bakken openzetten. Die begonnen allemaal te roepen van APG hier en APG daar. En die wilden dus niet, terwijl zeg maar de Olympia's en de Randstad allemaal zeiden van jongens, geef ons die bakken en wij gaan gewoon zoeken, matchen. En dan vinden we wat. Dus daar zit ook wel in de operationele sfeer een probleem bij andere spelers. Ja. En wat ik vanmorgen ook zei, we moeten oppassen om de overheid overal de schuld van te geven, want je bent het vooral zelf. Maar in dat soort aspecten, en ook in de randvoorwaarden, de hele discussie, die notabrei die nu bezig is, daar is nog niks uitgekomen. Dus de veranderingen in de discussies over flex, over ZZP'ers, over, dat is allemaal prachtig. Maar daar kunnen we de overheid wel op aankijken. Dus drie kwart ben ik het eens, één kwart... Beetje de schuld van anderen. Geef ik ook nog wel de bal aan anderen. Daar wil Bart nog wat op zeggen. Nou ja, ik denk dat... Ik vond het grappig dat je zei dat strategisch personeelsmanagement, of dat HR als thema op nummer 1 is komen te staan bij het Berenschot-rapport. Dat zei jij, Steven. Ja. Dan denk ik van, oké, wat is de reden daaraan? Daarachter is natuurlijk omdat we met z'n allen dagelijks geconfronteerd worden met... Hè, bedrijven worden geremd in hun groei vanwege het feit dat ze gewoon geen mensen hebben. Dus dan verbaast mij niks dat hij op nummer 1 staat. De vraag voor mij zou wel zijn, van hoe lang blijft hij op nummer 1 staan? Want op het moment dat we weer in de markt komen waarbij het misschien als gevolg van de economische recessie iets meer ruimte biedt, dan is die, misschien gaat hij weer naar plaats 2 en 3. Hij zal hoog blijven, want de arbeidsparticipatie wordt wel heel belangrijk om ook in de nabije toekomst de dingen te kunnen blijven doen. Ja. Tweede wat ik erover wil zeggen, en dat is misschien ook iets wat we mee moeten nemen in het rapport voor volgend jaar met de EvoVenedex. Je had het over 2022, 2023. Als we het over strategisch management hebben, dan hebben we het sowieso niet over korte termijn. In mijn beleving is strategisch betekent dat je de visie op een paar jaar vooruit zet. En vanmorgen hadden we wat reactie. Hoeveel is dat dan? Je had het over een weekend. Maar er waren ook mensen die zeiden 2,5 jaar, 3 jaar misschien. Misschien zou het dus moeten toevoegen om te kijken van hoe ziet dat er nou over 2 of over 3 jaar uit. Die ICT'er is naar mijn overtuiging de pijn van dit moment met chauffeurs, logistiek medewerkers voelen we nu iedere dag. Maar de oplossing voor die pijn, die gaat gedeeltelijk in de ICT zitten. Dus die ICT'er hebben we ook met z'n allen hard nodig. In aantallen zijn het er misschien op dit moment iets minder dan de chauffeurs. Maar uiteindelijk na de change die je gaat krijgen in een logistiek bedrijf, een logistieke operatie, zul je denk ik daar heel veel aandacht aan moeten besteden. Steven? Ja, wat de beide heren zeggen is waar. Hè? Wat Steven zegt is helemaal waar. Hè? Die context en die andere problematiek of hindernissen die in het systeem zitten, moet je niet uit het oog verliezen. Want daar zit ook een groot deel van de oplossing om allerlei dingen te doen. En je moet ook langere termijn denken. Waar ik in mijn antwoord met name op doelde, is zoals we hier ook zitten, het gaat erover, ga iets doen. En natuurlijk moeten we naar het grote systeem kijken en allemaal fijn, maar wij zitten allemaal direct in onze werkomgeving en vanaf de stoel waar je morgen erop zit of misschien vanmiddag weer, ga je dat grote systeem vandaag niet kantelen. Daar moet je wel
van alles over roepen, maar het gaat erom, wat kan jij nu doen voor jouw organisatie? Aan de slag in kleine stapjes, herkenbaar, ja. Denk ik, Hanneke. Nou, sterker nog, ik ben het helemaal met jullie eens als je het hebt over deze stelling, maar ik ben het om een andere reden nog veel meer hiermee eens en die sluit precies aan bij wat jij nu zegt. En even een voorbeeld ervan. Een paar weken geleden gaf ik een training aan directeuren en HRM'ers van 12 transportbedrijven. Die waren steen en been aan het klagen over tekorten. En dan waren er twee die zeiden, we hebben helemaal geen tekorten. Waarop de rest natuurlijk zei, vertel. Waarop zij haar fijn uit de doeken deden hoe zij een goede werkgever waren. En nogmaals, dat is geen one size fits all, maar ik zei, nou vertel, wat doe je dan? Nou, zo een van die directeuren, we hebben een paar jaar geleden gedacht, die kant gaan we op. Dus zo willen wij met onze klanten omgaan en ook met elkaar samenwerken. Dus een aantal mensen hebben we afscheid van genomen. We hebben na de coronacrisis, hij zei, thuisfront is key bij ons. Weet je, heel veel mensen hebben een thuisfront, bosje bloemen na corona, familiedag. Hij had nog een innovatieve antwoord. Het zijn allemaal kleine stapjes die je gewoon kan doen, volgens mij, op je stoel. Hij zei, wij plannen niet meer op de wagens, wij plannen op de mensen. Die wagens die rijden wel, maar die mensen zijn nu het kritieke punt in onze bedrijfsvoering. Dus wil je 4 dagen werken, dan kun je 4 dagen werken en we plannen die wagens daaromheen. En hij zei, onze mensen worden gebeld, kom je bij ons werken? En die zeggen tegen mij, haha, ik werd gebeld, kom je bij ons werken? Ik betaal 100 euro mee. Ga ik het echt niet voor doen? Hij zei, wij kennen onze mensen, wij weten wat ze beweegt in hun werk. Dus hij had ook, zeg maar, nou, sommige mensen denken, nou, maar hij zei, ja, we weten gewoon, ga je voor resultaten, ga je voor teamwork, ga je voor het geld, ga je voor... hij zei, we weten wat mensen bewegen en daar houden we zoveel mogelijk rekening mee en we zijn gewoon fair. Maar het grappige is, wat je zegt, is dat dit dus een beweging is die door die bedrijven is ingezet. Ja. Op een moment dat het eigenlijk op dat moment nog niet echt noodzakelijk was. Nee. Maar die hebben vooruitgekeken. En die hebben dus uiteindelijk bepaald dat dit de weg is die ze willen bewandelen. Ja. En dan hebben ze nu, plukken ze daar de vruchten van. Ja, en precies. En ik zei nog, als je het hebt over een beleidsstuk, heb je beleid voor een onderwerp? Het gaat niet om beleid, heb je visie. En hij had een visie op hoe hij zijn bedrijf wil leiden en hoe hij dat wil doen. En daar plukken ze absoluut nu de vruchten van. Ja. En daar zitten korte termijn dingen in, daar zitten lange termijn dingen in. Als het gaat over beleid en visie moet je als bedrijf volgens mij onverbiddelijk helder zijn. Dit is waar wij voor staan. Ja. Dat betekent ook dat je weet waar je op instapt. En zoals we in het verleden organiseren, het proces 1, mens volgt. Ja, daar zitten we niet in. Niet in het huidige tijdsgevricht. Nee. Dat wil dus niet zeggen dat processen niet belangrijk zijn, hè? Maar misschien moet je ze wat dienstbaarder inrichten. Food for thought hopelijk voor jullie allen. Als er reacties zijn, laat het vooral weten, steek je vinger op. We gaan snel door naar de tweede stelling. De tweede stelling aan de hand van de resultaten vanuit het onderzoek. Op het tweede thema, het binden en behouden. Want werven is 1, maar weet ze vervolgens dan ook nog maar eens een keer een beetje te behouden. En dat kan je misschien doen door mensen goed te binden. Door een aantal zaken te organiseren. We hebben een aantal vragen aan jullie gesteld. Bij 1 op de 4 bedrijven is het ziekteverzuim in 2022 gestegen. Gewoon even een cijfer. Zou je kunnen zeggen, bij 3/4 is het dus niet gestegen, dus op zich is het goed op orde. En natuurlijk, deze resultaten van de afgelopen jaren zijn misschien ook een klein beetje gekleurd door alles wat met corona te maken had. Maar als je het hebt over verzuimbeleid, bij het verzuim is in ieder geval bij 1 op de 4 bedrijven is het ziekteverzuim in 2022 gestegen. Misschien te veel, misschien te weinig. Als je het hebt over het organiseren van een aantal zaken in beleid, om mensen te behouden en dus ook te binden aan je bedrijf, hebben we een aantal vragen gesteld in die hoek. Bijvoorbeeld, is er iets geregeld op het gebied van diversiteit? Het staat nog niet heel hoog op de agenda. Ongeveer 2 op de 3 bedrijven heeft geen beleid hiervoor opgesteld. Is een cijfer die we de afgelopen jaren echt wel herkennen. Dat op een aantal vlakken men zegt, we vinden het wel belangrijk, maar we hebben er eigenlijk geen beleid op. Want geen tijd, geen prioriteit, misschien geen capaciteit op dat vlak bij onszelf of bij het management. 2 op de 3 bedrijven heeft in ieder geval geen beleid op het gebied van diversiteit. En wat ik al zei, de oorzaak vaak, tijd of capaciteit is ook niet nodig. En ach, we zijn al blij met iedereen die we binnenhalen, dus diversiteitsbeleid, nee, liever niet, want we hebben gewoon mensen nodig. Duurzame inzetbaarheid, best belangrijk als je ziet dat mensen vergrijzen of uitvallen of misschien niet meer fit voor de job zijn. Wel handig als er zoiets is als een duurzaam inzetbaarheidsbeleid. 1 op de 3 bedrijven heeft een beleid. Dus 2 op de 3 niet. En vooral bij kleine bedrijven is dat
bovengesteld, zien wij in onze achterban. Een zorg. Als je tegelijkertijd ziet dat de tekorten nog steeds navenant zijn, met name ook op de werkvloer, hè, logistiek medewerker, als 1 op de 3 bedrijven dan slechts een beleid heeft op het gebied van duurzame inzetbaarheid, dan zou je kunnen stellen dat dat te weinig is. En hier ook is tijd de voornaamste reden. Capaciteit, tijd, prioriteit, het zit allemaal in dezelfde hoek. Het staat in ieder geval niet hoog genoeg op de agenda. En opvallend is dat verzuim, arbeidsomstandigheden en gezondheid in 2022 wel een top HR-thema is geweest. Dus het is heel urgent aan de ene kant, men ziet de noodzaak, maar heb je dan een beleid om dat echt strategisch te voorkomen, waar we het net al even over hadden aan deze tafel? Moi, niet echt. Hé, hey, dat is interessant. Digitalisering, ook zo spannende. Ruim 2 op de 5 bedrijven heeft geen visie en strategie opgesteld ten aanzien van digitalisering. Anno 2022, 40% heeft geen visie en strategie op het gebied van digitalisering. In een hoek van handel en logistiek, waar digitalisering meer dan ooit een topic is, al is het maar om jezelf boven water te houden of misschien nog onderscheidend te zijn, of niet ingehaald te worden door een disruptor die jou in één keer van de markt veegt. Maar 40% heeft geen visie en strategie. En het belang daarvan lijkt ook niet toe te nemen in de afgelopen jaren. Met andere woorden, als wij kijken naar deze resultaten. Stelling 2. Bij vitaliteit en inzetbaarheid leggen werkgevers de nadruk op de verkeerde zaken. Dus als we al deze resultaten pakken, urgentie versus strategie. Bij zaken als vitaliteit en de inzetbaarheid van medewerkers leggen werkgevers de nadruk op verkeerde zaken. Laat ik beginnen bij Hanneke deze keer. Ja, ik vond deze eigenlijk het lastigste beantwoorden, omdat ik me afvraag waar jullie wel op inzetten, zeg maar. Of dat op de gezondheid en de arbo-kant zit, zeg maar. Of dat het überhaupt een thema is wat dus te weinig beet wordt gepakt. Dus de verkeerde zaken, ik hoor jullie in ieder geval zeggen, hey, we missen daar een investering om daar ook voor de langere termijn de goede dingen in te doen. Wie dus eigenlijk is dat misschien wel een vraag terug. Wie kan daarop reageren? Sorry Hanneke dat ik je onderbreek. Iemand die dat herkent of juist niet... Deze uitdaging? Ja. Kom naar je toe, gerend. Ja, ik vind hem lastig, want ja, leg je de nadruk op de verkeerde zaken. Ik vind het ook maatwerk per medewerker. En de leidinggevende verwacht ik in ieder geval binnen onze organisatie dat ze hierover met elkaar in gesprek zijn. En bij iedere medewerker kan er iets anders zijn wat hij nodig heeft op dit vlak. Als ik kijk naar onze organisatie, we hebben echt een breed palet aan mogelijkheden die je kunt inzetten. En zit het er me vooral in, denk ik, dat leidinggevenden het gesprek aangaan vooral heel moeilijk vinden. Dus ik weet, ja, ligt de nadruk op de verkeerde zaken? Dat is maar net hoe je het, nou, wat je ook al zegt, hoe lees je dit? Steven, Lak, herken je dat? Ja, ik... Ik vond deze ook lastig. Ik vind hem nog steeds lastig. Twee dingen herken ik er wel in. Dat niet zozeer dat ze de nadruk leggen op de verkeerde zaken. Maar dat ze het heel moeilijk vinden om bijvoorbeeld ziekteverzuim, zie ik als onderdeel van dit stuk, om dat om te draaien. En dat zit hem toch wel in twee dingen. Het ene is... dat een organisatie die slecht geleid wordt, bijna niet in staat is om dat ziekteverzuim dus te draaien. Want dat heeft dus te maken met de verhouding tussen werkvloer en leiding en management en wel of niet voldoende kleinschalig kunnen opereren. Dus dat is niet zozeer de nadruk op de foute zaken leggen, maar het op de verkeerde manier aanpakken. Hè, dus ziekteverzuim is wel key, maar blijkbaar... zijn dat soort bedrijven niet in staat om dat te doen. En het tweede wat ik erin zie zitten, ook een beetje dat het is het allerbelangrijkste, komt uit deze stukken van het onderzoek naar voren, dat de hoeveelheid mensen die je binnen moet houden belangrijker is dan werven. Ja. Ik weet het cijfer niet meer, ik geloof dat 72% wat je liet zien gaat weg. Dat kan pensionering zijn natuurlijk, maar dat is voor een heel groot deel ook mensen die naar andere beroepen gaan. En dat zie ik ook wel als onderdeel van die inzetbaarheid. Dus daar wordt te weinig nadruk aan gegeven. En misschien is dat hetzelfde, dat er te weinig geluisterd wordt naar mensen, wat we eerder op de tafel hadden. Dat er
Iemand zei, ik geloof dat jij het was van Olympia, van niet know your client, maar know your colleague. Of je medewerker kennen. En dat voorbeeld wat jij gaf over die transportondernemers die helemaal geen probleem hebben. Dat is daar een goed voorbeeld van. Want er zijn altijd bedrijven die wel in staat zijn om gewoon genoeg mensen binnen te halen en te houden. Hoe zit het in jullie cliëntelen? Zijn er goede voorbeelden van die het dan wel goed hebben geregeld? Er zijn altijd goede en minder goede voorbeelden natuurlijk. Mm-hmm. Wat ik hoor, en dat zie je ook in het onderzoek terug. Als we het hebben over thema's rond vitaliteit en inzetbaarheid, gaat het bijna altijd over gezondheid, over ergonomie, over werkplek en werkomstandigheden. Terwijl als je het hebt over inzetbaarheid en we constateren tegelijkertijd dat de technologische ontwikkelingen heel snel gaan, dat de veranderingen heel snel gaan, is de belangrijkste component van inzetbaarheid is opleiden. Is zorgen dat mensen mee kunnen groeien met hun baan en dat je, met hun werkomgeving. En daar zie je opmerkelijk genoeg, en jullie allemaal niet natuurlijk, maar andere logistieke bedrijven in de sector leggen heel vaak de rol daarvoor, ja, maar het ligt bij het onderwijs. De mensen die komen sluiten niet aan op wat wij nodig hebben. Denk, ja, maar als het onderwijs het niet weet of het duurt simpelweg te lang. Je hebt zelf een hele grote rol als werkgever om mensen te helpen de slag te maken naar andere werkmethodiek. Naar andere technologie, misschien ook andere werkverhoudingen. Doordat corona of werk op afstand of andere dingen. Daar zal je veel meer de nadruk op moeten leggen. En dat is waar HR direct invloed op heeft. Daar kan je direct op inzetten en dat is qua gespreksonderwerp vaak ook veel, weet, als mensen, zeker als vitaliteit, kom je ook rond dingen, levensstijl en overtuigingen, dat is vaak best glad ijs. Opleidingen is niet zo ingewikkeld, hè. Hanneke? Ja, het triggert mij meteen omdat ik denk, opleiden, helemaal waar. En ik zou hem veel breder willen trekken, ontwikkelen in de brede zin van het woord. Absoluut. Ja, want dat kan op 100.000 manieren, zeg maar. En ook die brede inzetbaarheid en blijven leren, of dat nou in de schoolbanken is. Of misschien, sommige mensen zijn ook heel allergisch geworden voor schoolbanken ooit, hebben er helemaal geen goede ervaringen mee. Er zijn ontzettend veel initiatieven, juist ook eerder verworven competenties of kijkend naar kwaliteiten, zeg maar, om daar ook op een andere manier mee aan de slag te gaan. Dus helemaal eens en stretchen. Ja. Vragen in de zaal. Ja. Ja, weet je, ik mis bij vitaliteit hebben we automatisch de associatie, het gaat om lichamelijke vitaliteit. Hè. Wat ik uit de bronnen de laatste tijd ophaal, onder andere bij Jan Latte, een demograaf, dat is een enorm geestelijke gezondheidsprobleem bij de jonge generatie. En de vraag is, hoe gaat een werkgever daarop inzetten? Hè, psychologische veiligheid, mensen die beschadigd uit corona komen, hè, dat moeten we niet onderschatten, die jonge generatie is kwetsbaar. Dus ik denk dat ook een kans ligt. Hier ligt een extreem belangrijke rol voor de leidinggevende. Dus vitaliteit en inzetbaarheid en mentale gezondheid heeft heel erg te maken met de vertrouwensrelatie die je als werkgever creëert en de ruimte die je hebt. Maar de rol van de manager, en dat ook rond thema's net met alignment en andere dingen, de sleutelfunctie zit bij de leidinggevende. Leidinggevende overigens is ook de belangrijkste reden dat mensen vertrekken, hè, bij een baas. Die staat op 1 en dan krijg je werkomstandigheden, werkplezier. Salaris zit niet eens in de top 3. Dat komt daar niet in voor. Dus het zit in hele kleine praktische dingen. Een vraag of een opmerking? Nou ja, als ik nu we het hier zo over hebben, terugkijk. Wat doen we misschien dan niet goed en ligt de nadruk op de verkeerde zaken? Is dat we het alleen over verzuim hebben. Ik zou veel meer naar preventie van verzuim willen kijken. En dus veel meer, hoe kun je iemand duurzaam inzetten, lifetime bij Technische Unie of welk ander bedrijf dan ook. En daar is ben ik helemaal met je eens, de leidinggevende echt heel belangrijk in. Maar het zijn heel veel thema's. Het kan gaan dat iemand budgetcoaching nodig heeft om ervoor te zorgen dat hij fluitend naar zijn werk komt en ook weer naar huis gaat op dezelfde manier. Dus het zit heel breed. En dat bedoelde ik eigenlijk, je moet je mensen kennen, je moet in gesprek gaan om dat verzuim te voorkomen. En dat vond ik in het onderzoek heel opvallend, dat we het heel erg over verzuim hebben. Maar er zit een stukje preventie van verzuim. En daar moeten we meer met elkaar aan doen. Bart? Ik ben het helemaal eens met jou. En ik denk dat wat ik ook heel vaak las in het rapport, is dat de reden waarom we iets niet doen, dat het tijd en capaciteit is. In mijn idee is dat niet een reden, want het gaat om prioriteit wat je ergens aan geeft. En als je echt iets belangrijk vindt, dan zorg je dus dat daar tijd en capaciteit voor ingeruimd wordt.
Zeker in de logistiek. Want ik denk, als je het hebt over verzuimpercentage en inzetbaarheid van mensen, dan is dat cruciaal. Er is niks zo vervelend voor een planner die 's morgens hoort dat 3 van zijn chauffeurs er niet zijn, want ze zijn ziek. Nou, we hebben in corona hebben we dat gezien hoe dat werkt. Dat werkt nog steeds door. Dat is dus vanuit onze kant als financier van bedrijven, zijn dit soort dingen dus heel belangrijk om te weten hoe dat bij bedrijven gaat. Omdat dit direct over de continuïteit van een logistiek bedrijf gaat. Logistiek operatie die vandaag stilstaat en moet wachten tot morgen, omdat er mensen ziek zijn of dat er een cyberattack is of wat dan ook. Die impact daarvan is enorm. Ja. Dus dat vinden wij als financier, vinden wij dit belangrijke onderwerpen. Naast wat Han zei vanmorgen, de financials, die zijn vaak in het verleden leading geweest. Dat geeft wel een bepaald beeld, maar dit soort dingen die passen daarnaast. En dat zegt veel meer over hoe een bedrijf met de problematiek van tegenwoordig is, die veel breder gaat dan alleen maar die omzet realiseren en het rendement maken. Ja. Het gaat ook over hoe ga je met mensen om en dit soort dingen horen daarbij. Ja. Dus hulde aan jullie dat jullie hier zijn allemaal, want jullie maken vandaag die tijd vrij die noodzakelijk is om die toekomst te garanderen. Als afsluiting. Ja, een hoog ziekteverzuimpercentage is voor de relatiemens van de bank een reden om tegen een klant te zeggen, nou ga ik doorvragen met hoe komt dat dan? Ja, ja. Want we benchmarken dat ook met andere bedrijven. En als je daar echt het slechtste jongetje in de klas bent, dan kan er iets gebeurd zijn. Maar er is wel een verklaring nodig. Ja. Want je wil met ze weten hoe dat zit. Ja. Ja. Een paar losse opmerkingen. Eentje is, dit is wel een heel mooi onderwerp waar jullie je waarde ook als HR kunnen bewijzen. Namelijk ook te zeggen, kijk nog eens even goed als je aan die bestuurstafel aankomt, van hoeveel geld geven wij nou uit aan opleidingen? En hoe verhoudt zich dat ten opzichte van de beste ondernemingen met wie we concurreren? Want dat is een hele objectieve graadmeter. En je ziet gewoon dat de budgetten beperkt zijn. Een ander punt wat je ziet, vroeger deden we dat in logistiek bij veel werkgevers wel, dat je gewoon elke 2 jaar iedereen de kans gaf om zich helemaal door te laten meten. Ook verplicht. En dat is bijna allemaal weggevallen bij iedereen. Dus dat zou je weer kunnen introduceren, want dat is ook in de preventie van verzuim. En een derde vind ik een hele lastige. Ik las laatst een onderzoek van, ik geloof dat het van de ILT was, maar ik weet niet meer zeker, dat bij 1 vestiging, ik dacht dat het 4 of 5 van de 10 chauffeurs drugs gebruikten. Dat is gepubliceerd. Dat is ook iets om over na te denken. Dat heeft ook wel met de change in times te maken. Maar daar leggen we als werkgever blijkbaar heel weinig nadruk op. We hebben gevochten ervoor als brancheorganisatie en ook met VNO en MKB om het mogelijk te maken dat iedereen getest kan worden, random, in de logistiek. Want je rijdt met zo'n ding met 40 ton of je zit op een trein of je vaart in de binnenvaart. Dat is nog niet gelukt, dat gaat wel lukken. In ieder geval voor gevaarlijke stoffen is het wel geaccepteerd. Maar dat is natuurlijk ook iets om over na te denken. Blijkbaar accepteren we dat met z'n allen dat gebeurt. Kijk maar in je eigen bedrijf. En bij sommige bedrijven doen we het gewoon wel. Dan negeren we gewoon even de wet. We zijn al blij dat we mensen hebben. En dan zie je dus dat een hele goede preventieve werking heeft. Ja, ja, ja. Ik nog een vraag en dan gaan we snel door naar de volgende. Ik weet waar je op doelt. Er was een steekproef in de Rotterdamse haven onder vrachtwagenchauffeurs. 80 zaten er in de steekproef en 13 daarvan hadden cocaïne of andere drugs in hun bloed. Ja, dat was het. Uitdaging. Nee, lekker scherp. We gaan naar de laatste ronde, jongens, en dan gaan we lekker naar de lunch. Het laatste thema, misschien degene die het moeilijkste te pakken is, of juist niet als je er een hoeboek over schrijft. Wendbaarheid. We hebben een aantal vragen aan jullie en onze achterban gesteld van hoe wendbaar ben je nou en herken je dat en ben je daarmee aan de slag of juist niet? Nou ja, vandaag al uitgebreid besproken, nu is even de pijlstok in de achterban van Evo Venedex. Meer dan 60% van de achterban heeft een duidelijk omschreven missie en visie. Nou, dat is goed nieuws. Je zou kunnen zeggen, hey, 40% heeft dat dus niet. Zitten toch wel hele serieuze, allemaal serieuze organisaties in. Dus je zou kunnen zeggen, bijna 40% van die achterban heeft niet eens een missie en visie. Waar ben je dan met je HR-beleid en met je wendbaarheid? Ruim 50% geeft aan dat zij het HRM-beleid hebben gekoppeld aan deze missie en visie.
Dus dat is goed nieuws. Als we echt kijken naar onze uitkomsten, 30%. Dan zouden we kunnen zeggen, goh, wij zien dat niet terug in die cijfers. Hè? Als we de vorige cijfers nog even terughalen, heb je nou een diversiteitsbeleid of zo'n digitaliseringsbeleid, hè? Zijn jullie ermee aan de slag? Nou, geeft toch heel veel, geeft aan van, nou eigenlijk niet, want er hebben we helemaal geen tijd voor, druk, capaciteit, competenties, et cetera. Dus aan de ene kant zien we dat ruim 50% zegt van nee, we hebben het HRM-beleid gekoppeld aan die missie en visie. Maar in de praktijk zien we dat dat toch wel eens een beetje schuurt. Misschien herkenbaar voor jullie. Interne flexibiliteit, dus die wendbaarheid die kan je op een aantal manieren zien. Is er nou intern ook sprake van wendbaarheid en flexibiliteit? De brede inzetbaarheid van het personeel en flexibele werktijden worden voornamelijk ingezet om de interne flexibiliteit te vergroten. Dus als je kijkt naar onze leden, meer dan de helft zegt, brede inzetbaarheid van personeel zijn we mee bezig. En flexibele werktijden, al dan niet gedreven door corona, wordt in 34% van de gevallen ingezet. En meer organisaties maken dit jaar gebruik van de arbeidsvoorwaarden die meeademen met de organisatie ten opzichte van 2021. Zou ook te maken kunnen hebben met de effecten van corona natuurlijk. Maar misschien ook wel juist door de aanhoudende krapte dat men ziet dat het wel nodig is. Ruim 3 op de 4 organisaties heeft dit jaar innovaties doorgevoerd die het personeelsbeleid raken. Dus 3/4 van jullie heeft gezien, hey, in mijn club zijn er innovaties doorgevoerd die mijn personeelsbeleid raken. Dus men is bezig met digitalisering, robotisering, automatisering, sociale innovaties en dat raakt mijn beleid. Of je er dan in staat bent om dat beleid ook daadwerkelijk te formuleren, dat is natuurlijk maar zeer de vraag. Dat hebben we gezien in de andere uitslagen, dat dat nog wel eens wringt. En de reden hiervoor is voornamelijk ook het optimaliseren van processen, het voorbereiden op de toekomst en kostenbesparing. Dat wordt regelmatig genoemd als reden om daarmee aan de slag te gaan. Maar de reden om geen innovaties door te voeren, dan heb je hem weer, we zijn te klein. Ja, daar hebben we maar geen tijd voor om daarover na te denken. Dus nee hoor, we zijn al lang blij als we er genoeg mensen hebben, als die spullen vandaag de fabriek uitgaan of de winkel inkomen. Dus nou ja, we zien die worsteling in ieder geval in de cijfers, waarschijnlijk ook wel herkenbaar hier vandaag, zien we ook terug in onze resultaten van het onderzoek. En wat opvallend is, dat ondanks de structurele tekorten, gestegen verzuimpercentages en een veranderende werkomgeving, lijken die bedrijven, jullie, de achterban, dus niet of nauwelijks te investeren in goed beleid. Of in ieder geval te weinig. Dus de urgentie is er, de urgentie van vandaag. We zien dat we tekorten hebben, dat er te weinig mensen zijn omdat er te veel mensen ziek zijn. We zien dat die omgeving verandert en toch krijgen we het niet voor elkaar om te stappen in die dag van overmorgen. Jullie wel, want jullie zijn hier, maar ook heel veel bedrijven die zien dat dat moeilijk is. En er lijkt vooral werk aan de winkel voor het MKB. En dat is natuurlijk wel een zorg, want die MKB die heeft misschien te weinig slagkracht, misschien herkennen jullie het, te weinig slagkracht om eens echt even een project op te tuigen en dan worstelen ze met die tijd. Ergo, de laatste stelling, voordat we naar de lunch gaan. De problemen op de arbeidsmarkt doen, dat woordje is er uitgevallen, sorry, de problemen op de arbeidsmarkt doen nog niet pijn genoeg. Met andere woorden, die urgentie die voelen we wel, maar die problemen op de arbeidsmarkt doet niet pijn genoeg om in actie te komen. We blijven gewoon een beetje doorhobbelen. Steven Gunn, jij mag het bal openen. Als je kijkt naar de cijfers van het onderzoek en de reacties vanuit in ieder geval de respondenten, kan je bijna niet anders constateren dan dat ze zeggen, ja, dit klopt. Het volharden in oud gedrag biedt blijkbaar nog steeds voldoende soelaas om door te rommelen. Waarbij Han kwam een andere meeting tegen en volgens mij had hij het over, ja, maar we hebben straks 2 soorten bedrijven, geloof ik, de employee friendly en de dead. Dat is wel een beetje wat er nu gaande is. Als je dit niet doet, we zien nu al dat 40% van alle bedrijven strategische problemen krijgt, dus performance problemen, hun doelen niet meer halen, omdat het personeel er niet is. In andere sectoren is dat nog veel groter. In de industrie, maar ook in de dienstensector is het ongeveer 65%. Die simpelweg zegt, joh, wij kunnen het gewoon niet meer doen wat we doen, omdat we de mensen niet hebben. Ja, als je het nu niet snapt, dan komt het nooit. Hè? Dus die zijn er. Die handelingsurgentie die moet er zijn. Ik denk wel dat het excuus wat heel veel mensen gebruiken daarin,
is dat ze uiteindelijk niet in beweging komen en zeggen, ja, maar het is zo'n groot probleem, het ligt bij een hele hoop andere complexe factoren waar ik geen invloed op heb. En dan denk ik, ja, maar die kan je niet veranderen. Je kan wel besluiten om gewoon een ander arrangement met je medewerkers aan te gaan, om gewoon goed leidinggeven te doen, om te investeren in opleiden, om wel na te denken over technologie, want je zag hier ook in de rapporten, en dat is wel grappig, je ziet, heel veel zeggen, joh, we hebben technische innovaties doorgevoerd, hè, en de HR zegt dat. Als je daar andere rapporten over wat HR doet naastlegt, blijkt dat in veel gevallen te gaan over doorvoering van technologische innovaties in het HR-domein zelf. Dus dat gaat over self-service systemen, andere beloning, andere HR-platforms. Maar niet over de impact die het heeft in de operatie, waardoor je weer moet gaan opleiden. Ja. Dus ook HR laat zich misschien soms wel verleiden door in te stappen op dingetjes die op korte termijn leuk lijken voor zichzelf, ja, maar niet ten dienste zijn aan de strategie van de organisatie. Zie je de zorg voor ABN AMRO als jullie in de markt bezig zijn? Dat veel bedrijven hier onvoldoende op inspelen? Nou ja, mijn reactie toen ik de stelling zag, dacht ik van wat moet er dan nog voor problemen komen voordat ze dan wel in actie komen. Hè? Het is volgens mij op dit moment is het heet vanuit alle kanten. En ik denk dat daar met name ook gedeelte van de oplossing ligt. Of misschien wel het feit dat het probleem niet erkend wordt. Dat is, ga er maar aan staan om in deze tijd met alles wat er op ons afkomt, om daar een draai aan te geven. Dat vergt toch wel een heel ander stuk ondernemerschap dan wat misschien ondernemers de afgelopen 15 of 20 jaar gedaan hebben. En wij zien dat, ik zie dat in de logistiek, ik kom bij veel logistieke bedrijven, waar ook de afgelopen jaren best wat opvolging heeft plaatsgevonden. En niets ten nadele van de oudere generatie, maar die zijn op een andere manier, ik ben zelf wat ouder, dus ik mag het zeggen, maar die zijn wat anders met hun bedrijfsvoering omgegaan dan de jongere generatie die je nu ziet opstaan. En die op een heel andere manier en ook heel bewust kiezen voor het bedrijf van papa of mama over te nemen. Want als ze het niet willen, doen ze het niet. Maar als ze hem dan overnemen, zie je ook wel dat ze de ingrediënten toevoegen die bij die moderne tijd passen. En die zijn misschien ook wat handiger en anders opgeleid om met de problematiek om te gaan. Dus ik denk dat daar ook wel een gedeelte van het probleem ligt. Ja. Het is wel een hell of a job om op dit moment je onderneming door deze tijd heen te loodsen. Ja. Met alles wat er op je afkomt. Nou, het laatste wat je moet doen is dat je het allemaal zelf wil doen. He, dus je moet veel meer samenwerken. Dus je moet veel meer zorgen dat je de kennis die in je organisatie zit bij mensen, dat je die op de juiste manier slim inzet. Ja. En ik denk dat we daar nog heel veel potentie hebben die we misschien nog niet eens weten van onze mensen. He, net hadden we het over aan de tafel over wie is de man of vrouw achter de man of vrouw die je in je werk tegenkomt. Ja. En dat, ik denk dat daar misschien ook wel nog een gedeelte van de potentie zou kunnen zitten. Ja. Wat is jouw tip, Hanneke? Gewoon aan de slag? Gewoon doen? Ja, in ieder geval slim aan de slag, zou ik zeggen. En niet aan de slag met de bordjes van vandaag. Maar vooral vanuit die bedrijfsvoering toch even verder vooruit kijken. Doen we nog de goede dingen en hoe gaan we dat doen? En dan van daaruit te kijken en hoe gaan we dat aanpakken? Ja, ja, absoluut. Er mag nog één toevoeging naar. Zeker. Je moet eigenlijk ook weten wat je niet gaat doen. In de logistiek hebben we tijdenlang een enorme margedruk gehad. Het moest allemaal tegen de low margin. Het is nog steeds low margin business, maar de rendementen van de afgelopen 2 jaar zijn echt wel een stuk beter. Onder druk van die capaciteitskrap. Je ziet bedrijven ook keuzes maken in deze tijd. Ik heb capaciteit 100, ik heb vraag van 120. Ik ga dus afschalen op die klanten waar ik geen donder aan verdien, al jarenlang. En die moeten of meer gaan betalen, of ik ga mijn tijd op een andere manier inzetten. Ja. Dus gewoon keuzes maken. Ja. We gaan naar de lunch, maar niet voordat ik jullie de kans heb gegeven om nog wellicht een vraag te stellen over een van de zaken die er genoemd is. En misschien wel op dit punt. Ik kijk de zaal rond. Ik zie daar nog een vinger. Ja. Ja, dank Sander. Ja, waar ik nog wel nieuwsgierig naar ben, en ik vraag me af in hoeverre dat nou is meegenomen, want we kijken toch nog wel vrij, in een aantal gevallen vind ik vrij traditioneel naar HR, waar we juist zo hard die innovatie nodig hebben. Hè? Dus dat we zoveel nieuwe dingen moeten gaan doen, eigenlijk waar nog geen opleiding voor is, of waar we met de bestaande mensen. Dus ik was gewoon even nieuwsgierig naar het panel van hoe zorg je nou, hoe faciliteer je nou dat juist die nieuwe dingen die we moeten gaan doen. Hè? Ik denk even aan circulariteit en dat soort thema's. Hoe ga je dat nou vormgeven binnen die organisaties?
En daarop een antwoord in één minuut. Nou, dat wordt een uitdaging. Nou, ik denk dat in de basis een antwoord ligt, en dat is ook wat ik met mijn studenten bespreek. HR is geen functionaliteit die is ondergebracht bij een afdeling. Er is niet één afdeling eigenaar van HR en daar moet het vandaan komen. HR is een rol die elke manager, een verantwoordelijkheid die elke manager te nemen heeft, waarbij hij of zij geholpen wordt vanuit de inzicht vanuit HR, vanuit finance, vanuit operations, vanuit wat dan ook. Maar als je ziet dat je HR-verantwoordelijkheid is zorgen dat je via mensen de doelstellingen waar jij voor opgesteld staat bereiken, dan ga je nadenken over wat heb ik dan nodig om te zorgen dat die mensen dat kunnen. En dan ga je bij HR te raden, ga je bij andere dingen te raden en dan is uiteindelijk HR het probleem van iedereen. En dat is ook wat ik hartstochtelijk wens voor het volgende onderzoek. En ook hier is dat HR en operatie en finance en facilities, alle mensen die gewoon te maken hebben met elke dag weer zorgen dat die mensen het verschil gaan maken om de doelen te bereiken, dat die hier gewoon allemaal zitten. Ik zag hartstochtelijk ja knikken in de zaal. Dus ik zie nog veel mensen het een ander aspect, maar een antwoord op je vraag. Het aspect is dat wij als bedrijven moeten zorgen dat al die dingen die er nog niet zijn in opleidingen, dat we zorgen dat die daar morgen komen. En dat is best lastig, want vanuit individuele bedrijven ben je gewoon bezig met je dagelijkse gang van zaken. Kun je identificeren wat je nodig hebt in de toekomst. Maar het zijn de brancheorganisaties, de organisaties zoals wij zijn en MKB, die moeten zorgen dat dat beklijft en dat dat weer terugkomt in die opleidingen. En dit tempo waarin opleidingen veranderen en vernieuwen, ligt ook veel te laag. Een voorbeeld uit de logistiek. Er wordt nog gewerkt met in de spooropleidingen met begrippen van 5 jaar geleden. Daar hebben ze nog nooit van ERTMS gehoord. Ja, jongens, hoe kun je dan een behoorlijke opleiding geven? Dus ik denk dat daar ligt wel een rol en daar ligt ook voor een deel het antwoord op jouw vraag. Ik zie ook mijn collega Manu die daar dagelijks mee bezig is knikken. Wil je daar nog iets op zeggen? Logistieke opleiding die nu wordt gegeven sinds 1 september in de mbo's. Ja. Maar het is geen sinecure. Ham, ja, dank je. Echt als afsluiting. Ja, ik doe heel kort. Ik zie nog 2 dingetjes op die problemen en de perceptie. Weet dat wij als bank zeiden, climate risk is financial risk, dat begrijpt iedereen. Maar Bart zei het ook al, we zien nu ook HR-risk als financial risk. Met andere woorden, wij nemen het mee in onze risicoanalyse van bedrijven. En als jij vacatures niet kunt invullen of mensen niet kunt houden, dan is dat voor ons een risico-element. En zo zul je zien dat we ook als bank afdwingen dat gewoon bedrijven aantrekkelijker worden. Ze moeten zich opnieuw inrichten. Tweede, volgende week komt de top 50 accountants uit. De best scorende accountantskantoren, die hebben een structureel tekort om mensen te vinden. En daar zit er eentje bij, die heeft geen enkel probleem om mensen te vinden. En die wil ik best wel noemen, is een klant van ons, is S-Huis. En waarom kunnen die mensen vinden? Omdat ze een B-corp zijn. Officieel gebrandmerkt als duurzaam bedrijf. En die kunnen dus mensen vinden. Dus ik zie hier 2 positieve spin-offs. De cultuur van bedrijven moet beter worden. En duurzaamheid wordt ook omarmd om die jonge spul binnen te krijgen. Een mooie tip als afsluiter om mee te nemen in je beleid, jongens. Het is tijd voor de lunch. En niet voordat ik de 4 panelleden van harte bedank voor deze inbreng. Ze zijn er nog, dus als jullie ze direct willen bevragen of challengen op dit onderwerp, doe het vooral, want ze blijven er allemaal. We hebben het gehad over het rapport. Als jullie nou denken, maar het rapport, dat wil ik graag hebben. Geen probleem, dat krijgen jullie vanzelf vandaag in de mail, dacht ik. Niet hardcopy, maar volgens mij in de mail. We gaan lekker lunchen, een half uurtje ongeveer, maar neem je tijd en daarna gaan we door met de afsluiting. Tot straks.